Hey, vandaag heb ik iets heel speciaals voor je, want je kunt namelijk mee gaan spelen met een echte big band. Een van mijn klanten die heeft een opname gemaakt met zijn big band, de Pete Corners Big Band uit Veldhoven. En ze hebben het stukje All of Me opgenomen en er is ruimte voor 4 rondjes om met die big band mee te soleren. Voordat ik je daar allerlei tips over ga geven, gaan we eerst even luisteren naar de Pete Corners Big Band met All of Me. Je krijgt de link en dan kun je gewoon het hele arrangement even beluisteren. Nou, hoe pak je dat nou aan als je moet soleren in een big band? Vaak moet je, omdat een big band nogal kolossaal klinkt, en zeker in dit arrangement is dat zo, dan kun je niet gewoon heel rustig beginnen. Je moet eigenlijk meteen met energie je solo starten. Dus dat gaat even over de energie. Maar nou even over de noten. All of Me staat normaal in de toonsoort C. En dan heb ik ooit dit fantastische boek geschreven, Bewust Improviseren. En op 169, bladzijde 169, daar vind je de dominantmatrix. De dominantmatrix, dat is een tabel waarin je in 1 oogopslag ziet, afhankelijk van de trap waarop een dominant septiemakkoord voorkomt, welk toonmateriaal je dan het beste kunt spelen. Super handig, want je ziet het in 1 oogopslag. Nou, dat kun je natuurlijk toepassen op All of Me, maar er is 1 probleempje. All of Me staat in dit geval in de toonsoort As. Voor de S-instrumenten is dat F, voor de Bes-instrumenten is dat Bes. Dus je moet eigenlijk die dominantmatrix, die geldt voor de toonsoort C, die moet je eigenlijk gaan transponeren. Nou, ik heb voor jou, dat heb ik eigenlijk voorgedaan voor jou in de bladmuziek. Dus als je even je e-mailadres achterlaat, dan krijg je toegang tot mijn bladmuziek. En een superleuke play-along track waarbij je met de big band mee kunt spelen. En weet je wat nou zo leuk is? Als je je solo naar mij toestuurt, krijg je van mij ook nog commentaar op jouw solo. Hey, doen hè!